Ja, met die hoge energieprijzen vertegenwoordig heb ik besloten om de kachel maar helemaal uit te zetten om kosten te besparen. Maar volgens mij moet dat slimmer kunnen. Hoi, ik ben Marijn van Bright. Ja, jullie hebben vast allemaal het nieuws meegekregen over de gestegen energieprijzen. En dus kan het geen kwaad om deze winter wat zuiniger aan te doen. Maar ja, je wilt er ook comfortabel bij zitten. Nou, daarom heb ik in deze video een paar oplossingen op een rij gezet die zorgen dat je je comfort behoudt, terwijl je toch kan bezuinigen op je energierekening. En ze passen ook nog eens allemaal in een smart home. Want hey, we blijven wel bright, hè? Ja, voordat ik met de eerste oplossing kom, wil ik nog even duidelijk maken dat het isoleren van je huis eigenlijk de allerbeste oplossing is om je energierekening naar beneden te krijgen. Maar ben je al volledig geïsoleerd of heb je niet de mogelijkheid om je huis te isoleren, dan kunnen de smart home oplossingen in deze video zeker helpen om je energierekening nog verder naar beneden te krijgen. Een slimme thermostaat kan zeker kosten besparen. En de meeste mensen die met een smart home beginnen, die beginnen met zo'n slimme thermostaat. Ik heb sinds begin dit jaar deze modulerende thermostaat van Netatmo in huis. Ja, deze zorgt er automatisch voor dat mijn huis altijd op de juiste temperatuur is, precies wanneer ik het wil. En dus zorgt hij er ook voor dat de verwarming niet onnodig aanstaat. En daarbij houdt deze thermostaat ook nog eens rekening met de weersvoorspelling. Dus wordt het buiten kouder, dan weet hij dat van tevoren en kan hij dus eerder beginnen met stoken. Maar is het warmer buiten, dan begint hij later met stoken en bespaar je dus weer kosten. Behalve dat hij slim een huis op temperatuur kan brengen, kan hij ook slim de cv-ketel aansturen. Hij kan moduleren, zoals dat heet. Hij zegt dus niet alleen tegen de cv-ketel, hey, nu moet je aan en nu moet je uit. Maar hij vertelt ook nog eens wat de beste watertemperatuur is om het huis op dat moment te verwarmen. En dat doet hij dan met de laagst mogelijke temperatuur. Dus daarmee bespaar je ook weer energie. Ben jij nou benieuwd of jouw ketel kan moduleren? Nou, dat kan je vinden in de handleiding. En het is ook niet zo dat de Netatmo nou de enige thermostaat is die kan moduleren. Nou, ook de Eve bijvoorbeeld, of de Tado of de Nest thermostaten hebben die functies. En die communiceren allemaal via het OpenTherm protocol. Daarmee praten ze met de cv-ketel. Maar ketels van bijvoorbeeld ATAG, Variant of Nefit bijvoorbeeld gebruiken vaak hun eigen protocol, zodat ze hun eigen thermostaten kunnen meeverkopen. Super onhandig. Gelukkig kan je voor veel van die ketels wel een module meebestellen of achteraf installeren die wel OpenTherm accepteert, zodat je toch zelf je thermostaat kan kiezen. Ja, ik zou geen domme thermostaat meer willen, want ik heb er letterlijk geen omkijken meer naar. Bovendien geeft het allemaal hele leuke inzichten in hoe lang je verwarming bijvoorbeeld aanstaat per dag. Kijk, slechts 4 uurtjes in de ochtend en dan is de hele dag mijn huis lekker warm. Gaat supergoed dus. Ja, en bovendien is deze geïntegreerd in Apple HomeKit. Dus bijvoorbeeld als mijn vrouw en ik allebei het huis verlaten, dan gaat de verwarming automatisch een beetje naar beneden. Dat bespaart natuurlijk ook weer kosten. Aan integratie met Google Home en Alexa van Amazon wordt nog gewerkt volgens Netatmo. Maar daar werken ze echt al een paar maanden aan. Dus ik ben benieuwd wanneer dat komt. Maar goed, er zijn genoeg slimme thermostaten op de markt die wel andere platformen ondersteunen. Dus ik zou zeggen, ga lekker shoppen. Maar als je Apple HomeKit gebruikt, ik vind het wel een aanrader. De handvraag is natuurlijk, hoeveel bespaar je nou met zo'n slimme thermostaat? Nou, volgens Milieu Centraal kan je je gasverbruik met 24% verminderen als je een slimme thermostaat gebruikt. Dat klinkt als best veel, maar ga jij nu al bijvoorbeeld heel erg zuinig om met je verwarming of heb je al een klokthermostaat, ja, dan zal die besparing echt een stuk minder zijn dan die 24%. De hoofdthermostaat staat in 1 ruimte, maar wat doe je met al die andere ruimtes in je huis? Nou, het is sowieso natuurlijk niet aan te raden om een ruimte waar je niet bent, om die te verwarmen. Maar je wil ook niet dat het daar onaangenaam wordt. Daarom heb ik in alle slaapkamers dit soort slimme radiatorkranen geïnstalleerd, die ervoor zorgen dat de verwarming alleen maar aanslaat als de temperatuur onder de 15 graden komt. Deze zijn natuurlijk ook van Netatmo, want deze moeten ook met de hoofdthermostaat kunnen praten. En ja, je kan met traditionele thermostaatkranen natuurlijk ook zorgen dat het niet te koud wordt in een bepaalde ruimte. Maar deze hebben 1 groot voordeel. Ze kunnen namelijk even kort aan worden gezet als je een ruimte toch even wil verwarmen. En in de app kan je dan instellen dat na 2 uur de verwarming automatisch weer naar beneden gaat, terwijl je die thermostaatkraan misschien wel vergeet dicht te draaien. Bovendien kunnen deze slimme radiatorknoppen ook praten met de cv-ketel. Dus stel dat het beneden al behagelijk warm is en de cv-ketel dus uitstaat, maar er moet toch nog een ruimte hier verwarmd worden, dan kan deze tegen de cv-ketel zeggen, nou ga toch maar aan, want ik heb je nodig. Ja, dat is wel niet zo energiezuinig, maar wel comfortabel. En hoeveel bespaart dit dan? Nou, als je je slaapkamers en andere ruimtes niet onnodig verwarmt, kun je tientjes per jaar uitsparen.
Nog een truc om je huis niet per ongeluk te veel te verwarmen zijn deze sensoren hier. En die hebben eigenlijk maar één functie en dat is checken of je raam open of dicht is. En via een slimme opdracht in je smart home app, in mijn geval de woning app van Apple, kan je instellen dat bijvoorbeeld als de ramen open gaan, de verwarming uit wordt gezet. Nu is het trouwens zo dat die slimme radiatorknoppen hier ook open raamdetectie hebben. Dat als de temperatuur in één keer zakt, omdat het raam open gaat, dat hij dan stopt met verwarmen. Maar dat is niet zo betrouwbaar als een sensor bij je raam. Deze sensoren kosten 15 euro per stuk. Ze worden goedkoper als je er meer aanschaft. En ze zijn van Akara, wat weer een merk is van Xiaomi. Ze werken met alle smart home platforms, maar wil je ze gebruiken met een smart home platform, dan heb je wel een Zigbee hub nodig die je er los bij moet kopen en die kost 50 euro. Goed, maar daar kan je dan ook 250 van die dingen bijvoorbeeld op aansluiten en nog allerlei andere sensoren. Een groot voordeel van Zigbee is dat het speciaal is gemaakt voor de smart home. Het heeft een groot bereik en gebruikt weinig energie. Zo gaat het knoopcelbatterijtje wat hierin zit wel 2 jaar mee. En er zijn nog 2 voordelen aan die radiodetectiesensoren. Namelijk, je kan in 1 oogopslag zien of alle ramen in je huis dicht zijn, op het moment dat je weggaat bijvoorbeeld. En je kan er eventueel een alarmsysteem aan hangen. Een makkelijke manier om elektriciteit te besparen is door met sensoren te werken voor verlichting. Kijk, daar heb ik een sensor gehangen. En die zorgt ervoor dat als er beweging is in deze hal, dat deze lamp 4 minuten maximaal brandt. En datzelfde principe heb ik eigenlijk ook toegepast in de hal boven en in de wc. De sensoren die ik gebruik in de lampen zijn van IKEA, maar je hebt ze natuurlijk ook van Philips Hue en diverse andere merken. In de schuur bijvoorbeeld heb ik een sensor hangen van Akara, weet je wel, van die radiodetectiesensoren. En dan gecombineerd met een LED-strip van het Duitse Eve. Dat is toch wel lekker dat een Chinese sensor samenwerkt met een Duitse LED-strip op een Amerikaans smart home platform in mijn schuur. Dit IKEA setje kost 13 euro voor de sensor en 8 euro voor de lamp. En het fijne hieraan is dat je geen hub nodig hebt. Je kan ze heel simpel koppelen. Kijk maar, als je het koppelknopje indrukt in de buurt van de lamp, dan gaat hij even knipperen en dan is hij gekoppeld. En de andere 2 knopjes zijn ervoor om in te stellen of die altijd aan moet springen, de lamp. Dus bij daglicht en als het donker is, of alleen als het donker is. En of die dan gedimd moet aanspringen of gewoon voluit. Je kan ze natuurlijk ook nog koppelen aan de thread-free hub. En dan krijg je nog veel meer instelmogelijkheden in de app van IKEA bijvoorbeeld. Maar voor de hal of de wc bijvoorbeeld is het eigenlijk helemaal niet nodig. En bovendien scheelt het weer een apparaatje dat een beetje stroom vreet. Als je dat vergelijkt met wat Philips aanbiedt, daar kost een bewegingssensor zo'n 35 euro. En de goedkoopste Hue-lampen beginnen bij zo'n 17 euro. Dat is dus een stuk duurder. En bovendien hebben die per se een hub nodig om met elkaar te communiceren. Heb je die al, dan is dat natuurlijk geen probleem. Maar heb je die niet, ja, dan scheelt dat toch weer in de aanschafkosten. En voor de volledigheid nog de prijs van die Akara bewegingssensor. Die kost 16,95 euro. En die kan je koppelen aan iedere slimme lamp die je in je smart home app ook ziet. De LED-strip die ik in de schuur heb hangen, ja, die is wel prijzig. Die kost zo'n 80 euro. En de laatste bespaartip is dit slimme stekkerblok, de Eve Energy Strip. En deze is iets goedkoper dan een jaar lang tv kijken. Via mijn Apple TV met geluid uit de Sonos Beam. Namelijk 99 euro. Hoe ik dat weet? Door de app die met dit stekkerblok verbonden is. Dit stekkerblok meet namelijk precies hoeveel deze 3 apparaten samen verbruiken. En als ik nu even in de app kijk, dan verbruiken ze 57 watt op dit moment. En als ik ze zo een jaar laat aanstaan, dan kost me dat 126 euro per jaar. Dit geeft me dus inzicht en zo kan ik dus bepalen waar ik op kan besparen. Maar deze stekkerdoos is ook weer te koppelen aan mijn smart home app. Dus kan ik bijvoorbeeld roepen, Siri, zet de Philips TV aan en dan gaat de televisie aan. Of als ik om 8 uur 's avonds tv zit te kijken en dat weet de smart home app, omdat de tv aanstaat op het stekkerblok, dat de lichten dan automatisch gedimd worden. En als ik samen met mijn vrouw het huis verlaat, dan kan het stekkerblok zichzelf uitschakelen. Ja, het is heel leuk om mee te spelen en het is ook vooral heel erg leuk om de inzicht mee te krijgen. Hoeveel je ermee kan besparen, dat kan ik je helaas niet vertellen. Maar ik vermoed wel dat het heel lang duurt voordat je die 99 euro dat het ding kost, hebt terugverdiend. Weet jij nou nog meer smart home oplossingen om energie te besparen zonder dat je hoeft te isoleren? Laat die dan achter in de comments onder deze video. Daar kunnen de andere Bright-kijkers daar ook van leren. En vond je het een leuke video? Natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en die bel aan te zetten. Dan mis je nooit een video. Tot de volgende. Bye.